Hans Beum, goedemorgen. Morgen. De schaakwereld staat in brand, staat er in het AD van gisteren. Is dat overdreven of is dat wel een goede kop? Ah, lijkt me een prima kop. En dat klopt ook wel? Als het een goede kop is, klopt die. Juist, ja. Ja, kan ook leuk bedacht zijn. Ja, wat is de brand? Wat is de brand precies? Er is Carlsen, de wereldkampioen. Hij speelt tegen niemand. Dat is een opkomende Amerikaan, 19 jaar. En Carlsen, die vertrouwt niemand niet. Ik zeg het even kort door de bocht, maar zoiets is het toch? Ja, nou ja, dat is het exact. Dat is het precies wat je zegt, dat is het. Het probleem is een beetje dat als je iemand beticht... Kijk, in schaken kun je de boel tegenwoordig, sinds de intrede van de computer... Natuurlijk belazeren als je de computer gebruikt tijdens de partij. En de computer is natuurlijk de doping van de schaaksport. Dat mag niet. En daar wordt ook heel hard tegen opgetreden als ze het ontdekken. Dan word je gelijk gerailleerd voor een paar jaar. En je bent de risé van de schaaksport, enzovoort, enzovoort. En dat is ook de reden dat topspelers dat gewoon niet doen. Want je bent gewoon je hele carrière kwijt. Dus het wordt niet gedaan. En enkele keer wel. Er zijn meestal de wat mindere grootheden. Die proberen dat dan. Als je een borstpartij speelt, dat wil zeggen, dus als je in een toernooizaal zit, dan staan er ook camera's op je. En dan, dan moet je als het ware zo'n computertje gaan wegleggen ergens op een plek buiten de toernooizaal. Nou, dan worden ze tegenwoordig ook gevolgd door andere mensen. Dus er wordt allemaal al rekening mee gehouden. Het is bijna onmogelijk om vals te spelen in een toernooizaal... als je fysiek tegenover elkaar zit. Ja. Het is iets anders als je een partij speelt achter de computer. Dan zit je natuurlijk in een andere omgeving, zit je bij je thuis, die speel je achter de computer. En dan zijn de mogelijkheden om vals te spelen groter. En die niemand heeft dat in zijn jeugdjaren gedaan. Dus die heeft vals gespeeld, heeft hij ook toegegeven. Dat is ook het probleem een beetje. En omdat hij dat toegegeven heeft, heeft hij de verdenking tegen zich. Nu is hij inmiddels 19, inmiddels is hij een wereldtopspeler. Hij zegt, ik doe dat niet meer, het was een jeugdzonde, sorry, had ik nooit moeten doen, ik heb er spijt van, enzovoort, enzovoort. Maar, nou won hij laatst van de wereldkampioen, en het was de eerste keer dat de wereldkampioen verloor in 53 partijen, die hij aaneengesloten niet verloren had. En toen zei hij, ja, het is niet voor niks dat ik van die figuur verloren heb, want... En toen kwamen de verdenkingen. En dat is dus eigenlijk het probleem. Ja, maar hij kan niks hard maken. Het zijn verdenkingen. Nee. Maar ja, hij verdenkt hem wel vanwege zijn geschiedenis. En ja. dit is dus ernstig. Want op het moment dat hij dus niet meer zich terugtrok uit dat toernooi waarin hij van hem verloor. Dat was natuurlijk al een grote barst in het hele vertrouwen van zowel die niemand als vanuit de organisatie natuurlijk, van wat hebben we verkeerd gedaan. Dus dat was al een grote schok. Maar toen in een toernooi, daarop volgend, een online toernooi, toen heeft Carlsen zelfs geen eens gespeeld tegen die niemand. Zegt van, ik hou op met je, ik speel niet met jou. Dat was dus de tweede keer dat hij een soort statement maakte met de boodschap, ik vertrouw jou niet. En als hij die twee niet meer samen op één toernooi krijgt, dat is natuurlijk voor veel organisaties een grote tegenvaller. Nou ja, ik denk dat ze dan altijd gaan voor de wereldkampioen. Ja. Dat houdt dus in dat hij niemand zijn carrière kapot maakt. En als hij dat doet zonder man en paard te noemen, ja, dan wordt het eigenlijk het probleem alsmaar groter. Je kunt niet alleen maar een verdenking uiten en dan ophouden. Maar het maar overlaten aan internet en aan Jan en alle man om die verdenking te gaan invullen. Heeft hij iets meer dan verdenking, die Carlsen? Heeft hij iets meer dan alleen maar een vingerwijzen? Nou ja, hij beweert dat hij er ooit een keer mee zal komen. Oh. Maar ja, daar heb je natuurlijk niet zoveel aan in deze tijd. En ik zat ook de hele tijd te wachten op eigenlijk een verklaring van Carlsen en een soort statement vanuit de Wereldschaakbond. Want ja, kijk, hij schoffeert natuurlijk de toernooiorganisatie. Hij schoffeert zijn tegenstander. En als je dat niet hard kan maken, ja, dan moet er toch ook een soort van maatregel komen ten opzichte van Carlsen. Maar hoe realistisch is het dat die Amerikaan gewoon heel veel beter is geworden in korte tijd? Je hoort de stem van Jeroen Haarsma, dat is een collega van ons. Sorry. Ja, dat zou kunnen.
Natuurlijk kan dat. Zo'n jonge topspeler die enorm. Dat heeft Carlsen ook gedaan in zijn tijd. Er zijn wel meer spelers die enorme grote sprongen maken. Maar ja, kijk nogmaals, het hele probleem in dit verhaal is dat hij inderdaad die jeugdzondes heeft begaan. En ja, daar kun je niet omheen. Dat is bewezen. Maar ja, hij heeft excuses voor aangeboden. Dat is passé, zeg jij. En nu moet Carlsen, als hij dit hard wil maken, moet hij met feiten komen, anders moet hij zijn bek houden. Nou ja, ik vind dat hij. Nou ja, het eerste gedeelte ben ik mee eens. Ik vind dat hij met feiten moet komen. Ja. Je kunt het niet boven de markt laten hangen. Want hij dupeert gewoon de sport hiermee. Dit is Michael van Praag hier nu. Ik zou ook u iets willen vragen. U zei net, er staan camera's op je gericht. Dus buiten de zaal kan iedereen zien welke zetten er gepleegd worden en hoe de stand op het bord is. Is het rare gedachte van mij, als je echt goed vals wil spelen, dat er dus iemand in een belendend zaaltje, of voor mij part op zijn hotelkamer, die partij in een computer naspeelt. En dat je dus, dat die speler voor wie dat gedaan wordt, die kan een klikkertje in zijn broekzak hebben, waarbij je seintjes krijgt van degene die dat spel naspeelt. Dat is heel simpel hoor. Twee trilletjes goede zet, één trilletje slechte zet. Je kunt zelfs. Michael weet hoe het gaat, hè? Je kunt zelfs de zetten met letters en cijfers, daar kun je seintjes mee geven vandaag de dag. Nou, dat kun je trainen. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat als daar niet op gecontroleerd wordt op die devices, dat valsspelen wel mogelijk is. Ja, nou ook een zeer, zeer terechte opmerking om te beginnen. Ten tweede, is dit al precies wat er hier wordt gesuggereerd, is gedaan. Dat noemen we ook valsspelen overigens. En dat is ook geconstateerd, her en der. En het zou eventueel kunnen, waren het niet, dat in al die toptoernooien de spelers niet alleen gecheckt worden met een scanner. Okay. Dus dan zou je welke device moet je dan nemen om dat bericht door te geven? Dan zou je eigenlijk moeten toegaan naar wat ze in de paardenraces doen. Dat je iemand in het publiek zet die met signalen of handgebaren dan bepaalde zetten gaat doorgeven. Maar kijk, het wordt op een gegeven moment zo een Kafka-achtig verhaal met alle handen. Verdenkingen en mogelijke vormen van valsspel. Dat het is veel makkelijker als Carlsen gewoon zegt wat nou eigenlijk zijn probleem is. Ja. Want dan hoeven wij dit allemaal niet te gaan zitten bedenken. Want er zijn nog heel veel meer varianten om vals te spelen natuurlijk. Want het zou ook maar zomaar eens kunnen zijn dat Carlsen niet zo blij is met de opkomst gewoon van zo'n sterke speler. Dat zou ook maar eens kunnen zijn, toch? Nou ja, voorlopig is hij nog de absolute heerser. Dus dat is ook een beetje. Hij zou natuurlijk zeer, zeer teleurgesteld kunnen zijn in dat verlies. Maar dan is dit wel een hele extreme vorm van slecht tegen je verlies kunnen. Ja. Wordt vervolgd, hè Hans? Wanneer verwacht jij dat er iets naders op komt? Of? Nou, zodra Carlsen zich uitspreekt. Ja. En hij haalde die uitspraak van Mourinho nou aan. En hij zei, ja, ik durf het gewoon niet te zeggen, zolang ik geen harde bewijzen kan tonen. Want dan kom ik natuurlijk juridisch in de problemen. Maar daarmee zeg je het eigenlijk, hè? En dan laat je het een beetje hangen. Dat zijn eigenlijk niet de beste opmerkingen. Ja. Hans, wat jij niet weet, wij hebben in dit programma ook altijd een quiz, maar ik confronteer ermee. Maar je mag eraan meedoen. We zouden het wel heel erg op prijs stellen. Het is een algemene vraag. En het is een vraag die gaat over René en Willy van der Kerkhof. En die doen een uitspraak en jij moet dan raden welke van de twee die uitspraak gedaan heeft. Ja, zeg maar. Probeer maar. Oké, eerste algemene vraag. Heb je al een jury? De jury vandaag is Rob Bianchi. Moet je hem een stukje papier geven en een pen? Ja. Nee, Rob kan dat wel even modelleren. Okay, met zijn hoofd. Hans, waar zet jij de verdubbelaar in? Bij de algemene vraag of bij de René en Willy vraag? Dan krijg je dubbele punt als je het antwoord goed hebt. Geen idee, man. De Willy van de Kerkhof. Ja, oké, goed. Dat is toch wel op sowieso, vind ik dat wel een goeie. Oké, daar komt-ie. Welke nieuwslezer kon water in zijn achternaam gieten? Water in zijn achternaam gieten? Ja, nieuwslezer. Van Zijl, Joop van Zijl? Ja, reken ik ook wel goed. In een zeil kan je ook water gieten.
Ja, precies. Correct. Ja, we bedoelden Fred Emmer, maar... Goed. Ik bedoel, dit is een aardig alternatief, toch? Ja, ik vind dit eigenlijk dubbele punten, Hans. Ja, doe maar deze dubbele punten. Ja, ja. Hij stond bijna mat. Ja, bij deze gebeurt, Hans. Hij staat bovenaan. En nu komt de René en Willy vraag. Dus het gaat erom, wie zei het, René of Willy? Jij moet dat uit de tekst kunnen halen. Met mijn broer had de buurt op pindarotjes getrakteerd toen ze van Feyenoord wonnen. Das lachen, had hij gezegd. Hij was die lachen, mijn broer. Ja, ze praat een beetje onduidelijk, sorry. Ja, dat is zijn broer, hoor. Ja, hè? Ja. Ja. Ja, dat is zijn broer, joh. Ja, dus ik heb het goed. Ja, jij hebt het goed, ja. Ja, correct. Heel duidelijk en correct antwoord. Je laat de jury zeer verbluft achter, Hans, maar je staat bovenaan. Ja, 20 punten. Fijn, bedankt. Ja, leuk om mee te spelen. Ja, en bij deze ben je ook uitgenodigd om in de studio langs te komen. Daar hebben we het nog over, alsjeblieft. Ja, prima. Zou hartstikke leuk zijn. Okay. Hans Beum, het wordt vervolgd met... laten we hopen dat het netjes afloopt tussen Carlsen en Niemann. Dankjewel, Hans Beum. Hoi.